De namen zorgen het misschien voor wat beteersing. Writer's block. Maar het had alles te krijgen met graffiti-kunst in de stad. Writer's block is het grootste gratis viering voor straatkunst in Noord-Nederland. We zijn een nieuw festival en we komen vanaf volgend jaar uit. En we zijn nu bezig met een speciale Leeuwarden 2018 editie. Culturele Hoofdstad heeft ons gevraagd om heel veel muren aan te pakken, stad te transformeren en daar zijn we druk mee bezig. Ricozier in de Hania steeg in het centrum van Ljouwert. Ik ga gezellige sunset, ja, zonsondergang ga ik maken. Met een Palestijn en een Zionist. En een Israëlische soldaat die aan het touwtje springen zijn. Ian, mij een duidelijke politieke boodschap. Ja, maar dat is ook de bedoeling wat we hadden met alle werken in de Hania-steeg. Alle werken die hier een plek krijgen, dat zijn ook politiek geëngageerde werken. Dus die bijvoorbeeld van Twitch uit Malta, die je nu natuurlijk niet ziet, heeft een hele politieke lading en deze heeft dat ook. Deze is overduidelijk over het Israël-Palestina-conflict. In de openbare ruimte is het, vind ik, goed dit soort statements maken, want mensen lopen er snel tegen aan. En dat is de bedoeling, ik. Overal in die oud kom je dit soort van kunstwerken notieën. Wij vinden dat het de stad er mooier van wordt. Wij vinden dat de stad er kleurrijker van wordt. Dat is eigenlijk ook wat we heel veel terug horen van mensen op straat. Maar het is uiteindelijk natuurlijk gewoon van de bezoekers en vanuit de kijkers ook om zelf te beoordelen. Wat vind jij daar nou van? Vind je dat de stad mooier is geworden? Nou ja, wij hopen dat we daar echt aan bij hebben gedaan. Mits november moet alles clear wezen, dan hing het hier om Stadskouwborg de Harmonie een mega groot graffiti-werk.